heeft. Ja, voor het eerst sinds maart 2020 zijn er geen restricties meer in de rechtszaal. En dus gaat alles daar weer langzaam terug naar het oude normaal. Maar als het aan OM-topman Rinus Otte ligt, blijft niet alles hetzelfde. In een interview in de Telegraaf zegt hij dat hij de coronaperiode zag als een mogelijkheid om te kijken hoe de rechtspraak er de komende 20 jaar uit zou moeten zien. En een van de dingen die hem goed is bevallen is dus dat telehoren. Het hebben van een zitting op afstand, zonder dat de verdachte, advocaten en slachtoffers fysiek in de zaal aanwezig zijn. Volgens hem kan het ervoor zorgen dat sommige zaken geen of minder vertraging oplopen, wat nu soms nog wel het geval is, door problemen in het vervoer van voornamelijk verdachten. Ook de Raad van de Rechtspraak en organisaties voor slachtoffers zien de meerwaarde van het telehoren. Al is ook iedereen het erover eens dat fysiek in de zaal aanwezig zijn niet helemaal moet verdwijnen. Nee, er wordt ook wel gesproken bijvoorbeeld over zware criminelen zoals Ridouan Taghi, dat het best een idee is om die helemaal niet meer te verplaatsen vanuit de EBI in Vught, maar die gewoon daar met een videoverbinding aanwezig te laten zijn bij hun rechtszaken. Mag dat eigenlijk? Want er zijn altijd weer mensen die dan zeggen, ja, dat is in strijd met de wet, omdat je gewoon toch je de kans moet hebben om je te verdedigen en dat soort dingen. Je moet eigenlijk de vraag stellen, zouden deze maatregelen in een strijd zijn met de rechten van de mens? Want daar gaat het om. Dus zoals wij in Europa hebben geregeld bij Europese verdachten, bescherming van de rechten van de mens. We weten landen zoals Italië dat doen. En dat wordt niet als de strijd geacht met de rechten van de mens. Maar of wij het, Nederland, gelet op traditie dat wij binnen ons rechtssysteem kennen, moeten doen, is afhankelijk van een aantal vragen. Krijgt de verdachte voldoende gelegenheid om zichzelf effectief te verdedigen? Mm-hmm. Als dat mogelijk is, dan is dat geen belemmering. Ik bedoel, er komen nog meer technologische ontwikkelingen die op een andere wijze vorm geven aan misschien een strafprocesrecht. Dus dat is volgens mij de vraag. Maar ook wat Otto zegt hier, namelijk dat je bepaalde zaken kunt via zeg maar online doen. Telecommunicatie kun je verbindingen tot stand brengen. Hij verwijst voornamelijk naar lichtere zaken, ja. waar niet al te veel op het spel staat, waar je makkelijk kunt met elkaar communiceren. En daardoor bespaar je ook eigenlijk ruimte in het gebouw van de rechtbank voor andere zaken. Ja. En voor zware misdadigers sowieso moet goed nagedacht worden. Hoe kun je op een veilige en tegelijkertijd effectief voor de verdachte en de verdediging, mm-hmm, proces inrichten in de toekomst. Ja. Want nu worden echt heel veel mensen beveiligd rond het proces van Ridouan Taghi. Ja. We gaan naar iets anders, want gebruik de hand.